Marrakesh werd in 1062 gesticht. De basis voor de Medina met de indrukwekkende stadsmuur is in de 12e eeuw gelegd. De avenue Mohammed V is de belangrijkste verkeersader die doorloopt tot in het centrum van de Medina. De kolossale stadsmuur is 19 kilometer lang, 2 meter breed en 9 meter hoog. En al snel wordt duidelijk waarom dit ook wel de Roze Stad wordt genoemd. Het belangrijkste oriëntatiepunt is de minaret van de Koutoubia moskee. Deze minaret is een meesterwerk van islamitische architectuur. De moskee is gebouwd op de fundamenten van een veel oudere moskee. Het biedt plaats aan 20.000 gelovigen en is daarmee een van de grootste moskeeën. Het middelpunt van het straatleven is het grote plein in het centrum van de Medina, de Jemaa el-Fna. De buitenlandse en Marokkaanse toeristen worden als een magneet door dit plein aangetrokken. Hier wemelt het van de sinaasappelverkopers en er worden stalletjes opgebouwd waar tegen de laagst mogelijke prijzen de meest uiteenlopende gerechten te koop zijn. Tegen de avonduren vult het plein zich met muzikanten, dansers, slangenbezweerders, mannen met aapjes en nog veel meer artiesten die een gefascineerd publiek om zich heen weten te verzamelen. Vanaf de terrassen van de cafés rondom het plein kun je dit gewoel uren volgen. Er hangt een betoverende sfeer als 's avonds de lampen gloeien te midden van slierterook en de zakkenrollers en oplichters zich onopgemerkt door de menigte bewegen. Bij de moskee op het plein doen de moslims hun avondgebed. Alleen via een smalle doorgang langs een buitenmuur kun je de Kasbah moskee bereiken. De Koutoubia en deze Kasbah moskee zijn beiden in de 12e eeuw gebouwd en zijn nog de enige twee Almohadische monumenten in Marrakesh. Door de vele restauraties in de 16e en 17e eeuw heeft de moskee echter zijn oorspronkelijke uiterlijk verloren. Naast de moskee liggen de Sadische tomben uit de 16e tot de 18e eeuw. De stijl van deze graven vormt een groot contrast met de eenvoud van de Almohaden-architectuur. Deze ruimte is een meesterwerk van Moorse architectuur. Een tweede kamer die fungeerde als gebedsruimte heeft eveneens een prachtige vloer en marmeren zuilen. Het paleis Bahia werd gebouwd aan het eind van de 19e eeuw. Het oudste deel werd gebouwd rond een met marmeren plaveide binnenplaats en een reeks sierlijk vormgegeven zuilen. In de ontvangstruimte is een plafond aangebracht van cederhout, beschilderd met arabesken. Het gehele complex is uitgevoerd in zeer dure materialen, met prachtige details. De souks van Marrakesh, meteen achter de Place Jemaa el-Fna, behoren tot de fascinerendste van Marokko. Het is een doolhof van schaduwrijke, tunnelachtige straatjes, waar vaak het enige licht dat er is uit de propvolle winkeltjes komt. Ja, ik ruik hier erg naar koriander. Ja. Eenmaal buiten de hectische souks kun je rustig rondwandelen door de Medina, waarbij je een goede indruk krijgt van het dagelijkse leven in deze roze stad. De stadsmuur met de kantelen is een geliefde plek voor ooievaars om te nestelen. Buiten de Medina ligt het koninklijke park Menara.
Deze tuin van 90 hectare was een welkom toevluchtsoord voor de sultans als het zomers te heet was in de stad. Midden in het park werd in de 12e eeuw een enorme vijver gegraven die als waterreservoir voor de sultans moest dienen. Buiten de stad worden speciale toeristische evenementen georganiseerd. Deze voorstellingen zijn zeker niet authentiek, maar sommige toeristen vinden het wel leuk.